Vooral gevoed door onjuiste berichtgeving, bestaat er binnen de gemeenschap enige onduidelijkheid over het doel waarmee de Russische helikopters naar Suriname zijn gehaald en waarvoor zij worden ingezet. Majoor Farid Ilahibaks van het Nationaal Leger schept duidelijkheid over het hoe en waarom van dit project. Deze helikopter die er op dit moment hier is, heeft een ander karakter dan de helikopters die wij hebben. Onze helikopters die u dagelijks ziet vliegen over Paramaribo of in Suriname, die komen uit India. En die zijn bedoeld om een klein aantal mensen te transporteren. Zeker niet wat betreft zwaar materieel. En voor dat zwaar materieel, en daarom zeg ik, zijn we de Russen heel erkentelijk en heel dankbaar dat ze als vrienden van Suriname ons willen helpen met de ontwikkeling van het binnenland. U weet dat in het binnenland op het ogenblik het ministerie van Volksgezondheid bezig is met het opzetten van verbrandingsovens. Hoe zouden wij een aantal tonnen aan materiaal moeten vervoeren als wij die mogelijkheden niet hebben? We zijn dus erg blij dat we nu op dit moment de hulp hebben van de Russen, zodat we dus ook kunnen werken aan de opbouw en de ontwikkeling van ons binnenland. Men zegt van ja, verbrandingsoven, voesang de verbrandingsoven moest gaan binnenland. Waar moeten die mensen hun vuil gegeven moment gaan verbranden? En het is erg prettig dus dat die verbrandingsovens in het binnenland worden geïnstalleerd, worden opgezet. Maar daarnaast, wanneer zij dan klaar zijn, heb je dus dat er andere ministeries ook gebruik zullen maken. We hebben geen vliegvelden genoeg in het binnenland of airstrips, waardoor we kunnen zeggen de dingen worden daar overgevlogen. En daarna zou je dan weer via Koryaal of via de rivier de dingen moeten transporteren. Terwijl als je de mogelijkheid hebt om met een helikopter ergens naartoe te gaan, het enige wat er open gekapt moet worden is een bepaalde omgeving, openkappen. Een aantal vierkante meters in het bos openkappen, dat je daar een landingstraject hebt, waarop dus de heli's kunnen landen en dan worden de spullen daar naartoe getransporteerd en daar afgezet. Meneer Ilahibaks, u zei net het is onder supervisie van het Nationaal Leger, maar er zijn toch op social media en hebben mensen bepaalde reacties gedaan dat het waarschijnlijk ook gebruikt wordt om fraude te plegen, want we zitten in een verkiezingsjaar en ook naar het binnenland zullen er stembiljetten gebracht moeten worden, stembussen die ook naar het binnenland moeten. En nu al wordt er gezegd dat er waarschijnlijk fraude gepleegd zal worden als het onder supervisie is van het Nationaal Leger. Wat is uw reactie op dit soort verhalen dat verteld worden? Een stembus op dit moment vervoeren, ook al wil je hem vullen met stembiljetten, heeft geen enkele waarde. Let wel, heeft geen enkele waarde. Omdat 9 april nog niet aan de orde is. 9 april is de dag waarop de kandidaatstelling zal plaatsvinden. Dan zullen de diverse politieke partijen kenbaar maken wie op de lijsten komen. En nadat alles is gescreend, zullen de lijsten gedrukt worden. En de lijsten die dan gedrukt worden, komen met een heel groot. En ik hoop dat jullie zulke voorbeelden hebben, zodat die voorbeelden ook in het beeld gebracht worden. Waarop staat specimen. Al jaar en dag hebben de biljetten of blauw of wit. Maar dat er toch een keertje een andere kleur. Zodat dit verhaal totaal uit de wereld geholpen kan worden dat er gefraudeerd wordt. En het eerste wat de voorzitter van een stembureau dient te doen, wanneer het stembureau om 7 uur open gaat,
is de mensen de stembussen laten zien dat de stembussen leeg zijn. En er zijn twee sleutels. Die bussen hebben een veiligheidsklep en ze worden daarna afgegrendeld en gelokt met een slot. En die twee sleutels die worden dan door twee personen van het stembureau onder bewaking, onder hun bewaking, ja, worden ze gehouden totdat de stembussen weer na 7 uur 's avonds open gaan. En dan worden de politieke partijen erbij gehaald, zowel bij de opening als bij de sluiting en bij het moment dat er geteld gaat worden. Zitten alle vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de zaal. Wat wilt u me dan daarmee zeggen? Dan moet er een onzichtbare handeling plaatsvinden die wij met z'n allen niet hebben waargenomen. Ik neem aan bang grap. Het is zeker het land van de fabeltjes. De fabeltjeskrant had je ook vroeger op, of bij de STVS. Ja. En je had een ander programma. Ja. Ik weet niet van waar ze met die verhalen komen. Ik weet 100% dat Suriname bekend staat als het land waar de beste verkiezingen tot nu toe zijn gehouden. Ja? En dat we een hele goede naam hebben in de wereld met de best georganiseerde verkiezingen. Waarom zou het dus nu weer fout gaan? Meneer Ilahi Baks, denkt u dat we genoeg tijd hebben tot 15 mei of zal er toch een verlenging moeten komen? Nou, het hangt helemaal ervan af hoeveel vluchten er worden uitgevoerd, wat er aan materiaal ligt om getransporteerd te worden. Want daarmee moet je dus ook rekening houden. Helikopters zijn erg gevoelig voor weersomstandigheden. Als het regent, ja, kunnen ze vaak niet vliegen. Dus dan moet je daarmee ook rekening houden. Dus er zijn een aantal factoren waarmee we toch rekening moeten houden. En dat wat ik zeg, als het mocht blijken dat de inzet van dat toestel of van andere toestellen noodzakelijk is na 15 mei, dan zal dat ook bekendgemaakt worden. Wij doen niets geheimzinnig. Zeker het ministerie van Defensie niet. Als we zaken doen, dan zijn die zaken echt overwogen en dan wordt het bekendgemaakt dat we in het kader voor de ontwikkeling van ons land mede helpen om Suriname te ontwikkelen. Trouwens, het staat ook in de grondwet. Een van de artikelen is behalve dus dat het leger de taak heeft om de soevereiniteit van dit land te waarborgen en de territoriale integriteit te behoeden, te verzorgen, dat we ook een ondersteunende taak hebben naar verschillende ministeries. En als de ministeries een beroep doen op het leger, kan je ons daarmee helpen? Of kan je ons daarmee, ja, verder even brengen naar een ver afgelegen plek? Dat wij dat zeker gaan doen. Daarvoor is het leger.